Goedenavond, Roosendaal. Hallo. Dankjewel, dankjewel. Ik ben Fleur, ik ben de presentatrice van vanavond en we hebben vandaag de werkplaats. En er zitten hiervoor zitten leerlingen die na de pauze gaan optreden. En die hebben de laatste weken dan gewerkt aan een optreden wat ze hier in dit geweldige Chassé-theater mogen opvoeren. Dus laten we eventjes ook de mensen in de zaal, dat die even goed warm worden, even die handen goed kunnen klappen straks en kunnen joelen, zodat we voor elk stukje gewoon een geweldig applaus hebben. Dus ik ga nog één keer, ga ik jullie welkom heten en dan vliegt het dak hier af. Dus welkom op de werkplaats van Roosendaal! Nog tromgeroffel. Nou, helemaal goed. Er zijn natuurlijk wel wat spelregels. De telefoons die moeten uit. In ieder geval niet op trail ook. Gewoon helemaal uit. Stel dat je daar wel foto's mee wilt maken, want dat kan ik me wel voorstellen. Dan kan dat. We hebben namelijk na elk stukje een fotomoment. Dus dan kunnen jullie onder het stukje gewoon lekker relaxed kijken. En dan daarna kunnen jullie ze allemaal mooi vastleggen. Daarnaast mag je niet eten en drinken in de zaal. En verder, ja, als jullie nog presentjes hebben of bloemen, dan is dat superleuk. En dan kan dat na afloop, dan komen alle spelers nog een keer op het podium. Die noem ik dan bij naam. Krijgen ze nog een geweldig applaus. En als jullie dan tot dan jullie presentjes bewaren, als jullie die al hebben, knuffels en zoenen is natuurlijk net zoveel waard. Dan gaat het helemaal goed komen. Oké, we gaan beginnen met de jongste groep. Dat is groep 3-4A. Dat is altijd schattig, maar ja, dat moet je nog maar zien. Maar ik weet al dat het heel schattig wordt. Die gaan spelen Roel met gevoel, onder leiding van Liz van den Berg. Klas 3-4A speelt voor u Roel met gevoel, geschreven door Annie M.G. Smit. Bewerkt door de docent Liz van den Berg. Op een dag wordt prins Roel geboren. De koning en koningin besluiten een groot doopfeest te houden. En iedereen wordt uitgenodigd. Ook tante Oena? Ja, ook tante Oena. Ja. Maar is dat wel zo'n goed idee? Jullie gaan het zien bij 3-4-A!
Nee?